Yo, kijk van Game met Max, welkom weer bij een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we in Mindtopia, mensen. Ja, we zijn er eindelijk weer in Mindtopia. Het heeft een tijdje geduurd, maar ik wou wachten op één speciaal ding. En jullie weten natuurlijk al wat het is. Het staat in de titel en op de thumbnail. De helikopter is er natuurlijk. Hopelijk kunnen we de 1000 likes behalen. In ieder geval, als we de 1000 likes halen, ga ik per directe één van de volgende afleveringen direct de auto kopen. Want als we vorige keer de 1000 likes gingen halen, zou ik de auto kopen. Maar als we deze video de 1000 likes behalen, ga ik hem echt snel meteen kopen. Dan ga ik, als we de 1000 likes hebben gehaald, ga ik gewoon per direct meteen die auto kopen. Dus hopelijk kunnen we die 1000 likes ook halen. En voor de rest ga ik jullie zo meteen nog meer dingen uitleggen wat er allemaal gebeurt. Maar we gaan in ieder geval naar de auto, naar de helikopter toe lopen. En daar staat hij, mijn helikopter. Ik heb natuurlijk al even een stukje gevlogen. Aangezien ik geen reet ervan snapte hoe het werkte, maar ik snap het eindelijk een beetje. Dus dat is nice. In ieder geval, vergeet niet te abonneren als je het niet gedaan hebt. Druk natuurlijk even die like. En binnenkort ook de veiling. Ga ik zo meteen ook meer over vertellen. Dus blijf zeker kijken. Nou, we gaan dus in de helikopter vliegen, mensen. Boven Malibu. Ik heb echt zin in. Ik heb het niet gedaan. Ik heb een heel klein stukje gevlogen. Maar ik vind het echt super tof, zo'n helikopter. Ik denk dat het zo het beste is om zo te gaan zitten. Want als ik zo zit, dan zie je bijna niks. Ja, kijk, ik kan even een stukje vliegen zo. Maar dan zie je bijna niks. Zo zie je het veel beter. In ieder geval, we gaan opstijgen nu. Hoppa, oh, dat vind ik echt zo mooi. Na 2 jaar bijna Mindtopia, gewoon eindelijk gewoon in een helikopter. Ik weet niet precies hoe je heel snel naar voren gaat, maar dat merken we vanzelf wel. In ieder geval, ik heb mijn renderdistance super hoog gezet. Dus in ieder geval, we kunnen heel veel land renderen. We gaan eens een beetje over wat dingen heen vliegen. Kijk hier, wat is dit nou? Allemaal nieuwe huizen van mensen, jongen. Dat wil je niet weten hoe groot. Kijk daar ook, één dikke boot zit erbij. Kijk hier hoe groot Malibu is. Nu zie je pas hoe groot Malibu is, mensen. Nu zie je het eindelijk pas. Kijk, ik heb nou mijn hele wereld bijna ingeladen. Moeten we nog even naar mijn huis. Die is natuurlijk hier. Kijk, kunnen we die nog op beeld krijgen? Is natuurlijk heel groot. Maar ik vind het echt tof dat ik gewoon in een helikopter kan vliegen. Dan zullen we even kijken of ik kan landen. Zullen we testen even op het dak of ik kan landen? Nou, we gaan even kijken. In ieder geval, ik heb ook een veiling laten maken. Die is af. Daar ga ik zo meteen ook nog meer info over vertellen als je daar wat over wil weten. En ik laat nu mijn toetsenbord los, alleen hij vliegt nog steeds verder. Wat? Oh, maar volgens mij moet je zo een beetje naar beneden gaan, anders remt hij niet echt af. Zo een beetje naar voren. Ja. Ik vind hem mooi geparkeerd hoor. Nou, het lukt me in ieder geval wel. Beetje die helikopter onder controle te houden. Maar ja, kijk, hier staat hij mooi. Ik moet hem niet oppakken, want dan ben ik hem kwijt. Dan moet ik hem weer laten plaatsen. Dus dat moet ik zeker niet doen. In ieder geval, mensen, we gaan ondertussen verder de wereld loaden op Malibu. Dan kunnen we even lekker een rondje vliegen op Malibu. En in ieder geval, de veiling in de heel is af. Binnenkort zullen jullie kunnen inleveren. Ik hoef enkel nog de KVK. In de volgende video zullen dus jullie ook in de volgende video gaan jullie sowieso zien de veiling plus dat je kan inleveren. Dus houd in de gaten, rond maandag, dinsdag, woensdag zal die open gaan. Dus dan kunnen jullie daar ook langskomen. Het huis van David, die is ondertussen van Bad Boytje dus. Ik weet niet van wie dit huis is. Dit is het huis van, ook geen idee. Dat is het huis van Neutje volgens mij. In ieder geval, kijk hoe groot Malibu is, jongen, holy shit. Kijk, kan ik inzoomen in mijn eigen huis? Kijk daarachter. Kijk hoe groot het is, jongen. Het is eigenlijk echt idioot groot. En nu kunnen we het eindelijk een keertje van boven bekijken. Dus, ik weet niet, ik vind het echt tof, zo'n helikopter. Hé, hey, wat? What the fuck is hier gebeurd? Heel resort bijgebouwd of zo. Wat? Dit wist ik niet. En dat is de rand van de wereld dan. Er is een heel resort of zo bijgebouwd. Oké, hier gaan we even landen. Hier gaan we een kijkje nemen, hoor. What the fuck is dit? Het hoort bij... Wat is dit? Wie zijn huis is dit eigenlijk? Ik zou het niet weten eigenlijk. Hier stond... Volgens mij stond hier eerst dat resort dingetje. Maar ik kan het mis hebben. In ieder geval, we gaan even kijken wat het allemaal is. Want ik heb geen idee. Volgens mij zijn het die vakantiedingen voor het leger. Ik weet niet of ik hier mag parkeren. Maar we doen het heel stiekem eventjes. En dan gaan we even heel snel een kijkje nemen. Want ik ben toch wel best benieuwd. Ik moet niet in de lucht uitstappen. Want dan ben ik mijn heli kwijt. In ieder geval, wat is dit voor iets? Het zijn kleine huisjes of zo. Volgens mij is dit voor het leger ook weer. Want ja, ik weet niet, plot info kunnen we wel doen. Plot info, nee, is geen plot. Is dit wel een plot? Nee. Oh ja, Shishu, dit is die eigenaar. Van wie is dit? Ah, is allemaal van gemeente nog. Volgens mij zijn het vakantiehuisjes of tijdelijke plaatsen of zo. Ik weet het, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee wat dit moet voorstellen.
Ik denk dat het iets van het leger is of zo. Misschien dat het leger ook naar Malibu kan komen. Zoiets zou ik eerder denken, want ja, anders zou ik het ook niet weten. In ieder geval, tof dat dit er is. Ik denk voor het leger. Die kunnen die mensen in plaats van een skeer resort dat er is, was een fatsoenlijk resort. Lekker hier in het water. Maar we gaan weer opstijgen, we gaan weer verder vliegen. Eens kijken wat we allemaal nog tegenkomen. Van nieuwe huizen en zo. Maar in ieder geval, de veiling heb ik dus jullie ook verteld. Komt de eerstvolgende video over wat jullie allemaal kunnen doen daar. En een rondleiding natuurlijk. Huisje van Just Chucks. Daar is het huisje van Jamila. En hier is op zich nog wel best veel ruimte tussen. Hier kan nog een huisje komen eigenlijk. Op de berg. Hier zijn ook al allemaal nieuwe huizen gebouwd. Moet je kijken, van wie is dat? Dat kan je niet zien. Ik moet oppassen waar ik heen vaar. Of heen vaar, heen vlieg bedoel ik. Ja, ik ben echt een beetje door de war. Ik vind het op zich wel mooie huisjes. Hier ook een nieuw huisje volgens mij. Nou, hier heb je natuurlijk dat supergrote Malibu gemeente. Wat is het nou? Ik weet het nog steeds niet. Bouwbedrijf, hier heb je de Benny's waar ik hem heb gekocht. Kijk, zullen we hem voor de grap even daarin... Ja, dat lukt denk ik niet. Ik weet niet. Zullen we voor de grap even erin landen? Ah nee, dat gaat denk ik niet echt lukken. In ieder geval, hier is het vliegveld. En ja, ik kan dus nu lekker door Malibu vliegen. Dus ja, super tof, die helikopter eindelijk. In ieder geval, like die video als je het tof vindt. En ja, natuurlijk kunnen we dan ook een auto gaan kopen. Oh, ik moet even niet neerstorten. Ik stort met dat ding neer bijna. Ik kan echt dat ding... Oh shit, ik moet hem wel onder controle houden. Ik moet hem... Ja, ik ga hem wel bij mijn huis zetten. Want het komt echt niet goed, mensen. Ik moet dat ding nog even leren onder controle te houden. Kijk. Kijk, ik ben echt gek. Ik kan echt niet met dat ding omgaan. Ik ben het de kortste keren stoor ik denk een keer neer. Dus dan weten jullie dat ook. Wacht, misschien kunnen we in het gat vliegen. In het gat. Zou dat niet tof zijn? Ik ga proberen in het gat onder het huis te vliegen. Dat is misschien wel tof. Dan moeten we wel precies daartussendoor komen. Oké, ja. Ja. Holy shit. Ho. Ja, mensen, dit is gewoon gelukt. Nou, het begint een beetje echt beter te worden, die helikopter. We zitten nu gewoon dus in het gat onder het huis. Met een helikopter. Ik vind die helikopter, ik weet het, het is echt het beste item wat ik ooit heb in Mindtopia gehad. Ik vind het nou al gewoon fucking leuk, deze helikopter. Vind ik echt leuk. Ik ben echt super tof. Het is echt het tofste item wat ik ooit heb gehad, die helikopter. Ik weet niet, het is gewoon grappig om mee rond te vliegen. Oh, komen we er nog uit? Ja. Nou, in ieder geval, dat was dus eigenlijk, ja, een beetje het rondje hebben gevlogen. Een beetje in de helikopter gevlogen, een beetje geoefend. En ja, zal ik even die eerst proberen. Ook even testen dat ik op die kan landen. Daar is ook nog een helipad. Maar in ieder geval mensen, waar ik ook super zin in heb, is de veiling. Ik hoop dat jullie er allemaal ook enthousiast over zijn en binnenkort spullen komen inleveren. Dus heb jij nog een legendary item of iets heel duurs wat je echt wil laten veilen? Wacht er even mee dat de veiling klaar is en dan kan je die lekker bij ons inleveren. En ja, er komen natuurlijk ook heel veel mensen. Als je nog een item zoekt, kan je natuurlijk ook langskomen. En perfect gewoon geland. Ik begin er best goed in te raken, vind ik zelf. Ik vind het echt... perfect gaan. Nou, in ieder geval, ik ga hem daarboven neerzetten. Dat is natuurlijk veel beter. Nou, even opstijgen. Hoppakee. In ieder geval, mensen, laat achter wat je in de volgende Mindtopia video's wil zien. De veiling hebben we nog. Als we de 1000 likes kunnen halen, gaan we ook de auto snel kopen. Anders gaan we toch snel kopen. Dus ja, like gewoon. We gaan hem toch kopen. Dus doe dat gewoon vooral even. En ondertussen ga ik hem even hier proberen te parkeren. En vooral de veiling ben ik echt enthousiast over. Ik heb hem zelf al gezien. Jullie nog niet, maar dat gaat heel snel komen. En ik ben dus ook benieuwd wat jullie nog meer willen zien op Mindtopia. In ieder geval, ik kan hem gewoon perfect landen. Nou, in ieder geval, ik weet niet of ik iets moet kopen om bij het vliegveld te staan. Waar ik toen straks stond. Dus dan moet ik even gaan nakijken. Voorlopig zet ik hem even daar neer. In ieder geval, dat was dus eigenlijk de video, mensen. Ik hoop dat jullie het tof vonden. Binnenkort naar de veiling komen. Waarschijnlijk komt woensdag de video online. Dat die klaar is. Dat jullie kunnen inleveren of een livestream. Houd het gewoon in de gaten. Ik tweet het allemaal op Twitter. Dus als je mij volgt op Twitter, link zit in de beschrijving. Kom je alles te weten over de nieuwe veiling. Over de nieuwe updates. Wat ik ga doen. Nieuwe video's. Dus volg me zeker op Twitter als je dat niet hebt gedaan. Linkje daarvan staat in de beschrijving. En ja, dat was... Oh, ik schrik nog steeds af en toe gewoon als ik hier zo loop.
Dan denk ik echt gewoon, ik val er doorheen. Maar dat komt omdat het ene wit is en het andere zwart. En dan lijkt dit meer zo, ja, ik weet niet. Dit witte, dat valt nog op, maar dat andere lijkt net even doorheen valt. In ieder geval, mijn Malibu-huis is nog steeds zo hartstikke mooi. Net als eerst, vind ik zelf. In ieder geval, even kijken. Ik moet hierin. Soms raak ik de weg gewoon kwijt. Even kijken, wat heb ik nog in mijn briefbus? Nog wijntjes gekregen? Nee, helaas. Oh, ik heb wel nog mijn aankoopbewijs. Dus dan kunnen jullie zien, ik heb de helikopter niet gestolen, maar ik heb hem gekocht. Kijk, ik heb hem gekocht. Ik heb hem niet gestolen. Kijk, maar kopen mag dan ook helemaal. Nou, dus hier is mijn bewijs. Hoppakee. In ieder geval, dat was dus de Mindtopia video. Doe een like. Ik hoop echt dat we de 1000 likes kunnen halen. We zijn ook goed onderweg naar de 10.000 abonnees. Dat zou super tof zijn als we dit nog deze of volgende maand gaan halen. In ieder geval, abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Dan komen we steeds dichterbij. En volg me natuurlijk op Twitter. En bedankt jullie voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!